Zo, hele goede avond. Ik ben helemaal kapot. Helemaal klaar. Ik loop een beetje donker in het bos. Ik moet zeggen, op mijn eigen hosting ben ik toch 2 uur eerder weggegaan. Wordt overgenomen natuurlijk door mijn team, uiteraard. Maar ik ben gewoon helemaal klaar. Ik ben helemaal kapot. Ik geniet niet eens meer. En normaal is het gewoon, ik zet wel door. Ik ga over op karakter. Maar nee, ik ben klaar. Ik moet echt slapen, herstellen. En morgen even een duur trainingje. En ja, de beelden heb je vast hiervoor gezien. Of je in een van de twee. Maar in ieder geval, ik ben klaar. En ik heb het in dit geval voor mijn eigen bestwil niet tot het einde gebleven. Want ik moet gewoon slapen, herstellen. Alles voor de wedstrijd. Zo. Net weer een spa-sessie gedaan met Santino. Ik heb nog 3 weken te gaan. De vocht in mijn longen wordt al minder. Wat nog steeds wel een deuk om mezelf trouwens. Nu liep ik in plaats van de 2 rondes. Liep ik naar 4 rondes te eilen. En ik moet er 3. Maar goed, maakt niet uit. Ik moet gewoon 5 rondes zonder eilen redden. En de eilen bedoel ik echt kortademig. Slijm dat helemaal vast komt. Bijna hyperventilatie. Nooit gehad overigens, maar ik heb volgens mij een COVID'tje of iets, iets opgelopen, weet ik veel wat het is. Na deze pijl. Het is nu de 3e week dat ik er last van heb en ik heb nog maar 3 weken, dus ja. Het is kut, maar goed. We gaan vooruit, daar gaat het om. En op naar woensdag, het is nu maandag, en dan kijken of we 5 rondes kunnen volhouden. In ieder geval, oes. Zo, nieuwe dag, nieuwe kansen. Even verwarming op doen. Ik ben al een beetje warm. Maar dan weet je wat ik doe, want normaal doe ik het met een timer. Maar dat kan niet, want ik ben even aan het filmen. Maar dan weet je hoe mijn warming up eruit ziet. Alles doe ik 4 keer. Dus elke oefening 4 keer. En dan 1 minuut doe ik het. En dan 30 seconden rust, 1 minuut, 30 seconden, 1 minuut, 30 seconden. Conditioneel, soepeler en neuk te worden en goed warm te worden. Nu gaan we deze erbij doen. Net al ingedaan. Super zwaar. Maar dit ding. Geeft weerstand met ademen. Waardoor het 2 keer tot 3 keer zo zwaar wordt. En natuurlijk die klachten van gisteren. Ja, mijn longcapaciteit moet groter worden. Als je dat toch achteraf komt, kan ik het wel vertellen. Hij heeft zijn handen vooral hier. En ik loer op de counter, dus als ik hem krijg, hier, wil ik eigenlijk op het moment dat ik klap krijg, wil ik deze doen. Van een zwaai. Ik noem een lange hoek, een cross. En met vervolg gelijk de linkerhoek erachteraan. Dat is voor nu een beetje mijn geheime wapen. Maar theoretisch is het makkelijker dan dan wanneer je echt in de ring staat. Kapot. Mag niet te veel kruid verspillen, maar morgen moet je sparren. Daarom. Hola. Goedemorgen. Goedemorgen, man. Het is nu maandag, aanstaande vrijdag vlieg ik weg. Ik heb mijn zweetpak heb ik aan. Ik werd vanochtend wakker en toen zag ik dus dat ik weer 103,5 kilo was. Terwijl ik van de week nog 101 was. Weer wat vochtiger. Dus ik ga nu even, ik heb niks gedronken, niks gegeten. Het is nu 1 uur in de middag. Ik ga nu even zweten, de boel uitstomen. En dan ga ik daarna weer wegen. Kijken of ik in de buurt kom, want ik moet onder die 100 zijn. En vrijdag vlieg ik al weg. Yes, zojuist mijn laatste sparsessie gehad voordat we vrijdag naar Singapore vliegen. Mijn neus was nog wel wat gevoelig na die goede bloedneus van vorige week.
klein bloedneusje, valt mee. Maar even een, ik ga ervoor stilstaan hoor. Even een shout-out naar Santino en Tommy en natuurlijk ook Robin, mijn coach. Ja, voor het perfect begeleiden en natuurlijk met me trainen. Dankjewel Tommy en Santino dat jullie met me wouden sparren. Jullie hebben veel aan mij geleerd. Vooral ook leren incasseren voor mezelf. Nou ja, natuurlijk Robin, jij ook thanks voor alle goede begeleiding. Maar Robin zien we zeker later nog in deze vlog terug. Want Robin, die gaat met me mee naar Singapore. In ieder geval, het ging fantastisch vandaag. En ik ben iedereen hartstikke dankbaar. Sokido ook dankbaar voor de mooie begeleiding. En nou ja, op naar een mooie trip naar Singapore. Zo, koffertjes ingepakt. Ja, en let even niet op de troep. Maar koffertjes ingepakt, ready to go. Grote tas waar ook mijn boxspullen in zitten. Koffer vol, want ik moet en nette kleding en boxspullen. Ik ben benieuwd hoeveel kilo het is, maar wij zijn vandaag ready to go. Hop, hebben we ook gedaan. Hoppa, aangekomen. Lekker dan. Tussenstop in Qatar. Over 2 uurtjes vliegen. 2 uurtjes? Ja, 2,5 uur. 2,5 uur mogen we weer door naar Singapore. Zo, we zijn nu bij Qatar en moet je toch eens kijken. Dit noemen ze een klein vliegveldje. Alsof het niks is, hè? Een paar boompjes. The champ is in the house. Singapore, here we fucking come. Let's do this. Tussendoor. Even een lekker maaltijdje. En is het favoriete waard? Ik ga het toch, ook al mag het niet, ik ga het toch doen. Ik ga denk ik voor de tiramisu. Maar dat is wel weer iets bekends. Is het goed of niet? Ja. Oh, waar lijkt het op? Ja, op Bueno. Het is choco hazelnoot. Ja. Voor de liefhebber hier van Oreo aan. Nou ja, dus net aangekomen in Singapore. Ja, sorry voor het geluid. Mijn mic zit nog in mijn normale bagage. Maar we gaan nu inchecken. Even chillen. Goede vlucht gehad. Goed geslapen. Let's go. De man hemzelf lekker koffie aan het maken. Dit is ons prachtige hotelkamer bij Chinatown. En ik moet zeggen, ook al kijk je tegen een paar gebouwen aan, ik vind het wel wat hebben. Zo. Heel nice. Singapore, let's fucking go. En daar is het al. Hoppa. Zo. Uitzicht vanaf ons hotel, daar dan is Chinatown, as you can see.